Goedendag. U kijkt naar het weerbericht van weerblaza.nl. Afgelopen nacht trokken nog een aantal regen en onweersbuien over het zuidoosten en uiterste oosten van het land. Die hebben het land inmiddels verlaten en verder schijnt de zon vandaag geregeld. Er trekken vanuit het zuiden wel wat vaker wolkenvelden ook nog over het land, maar het blijft gewoon droog. Het wordt vanmiddag zo'n 22 tot 26 graden en er waait een matige noordelijke wind, kracht 3 of 4. In de namiddag de avond begint het vanuit het westen weer op te klaren. Overwege de avond is het een graad of 19 en geleidelijk aan gaat de wind afnemen naar zwak, soms matig, kracht 2 of 3. Dan morgen overdag beginnen we in eerste instantie met flink veel zonneschijn, maar in de loop van de dag gaat de bewolking weer toenemen, blijft wel op de meeste plaatsen droog, tot 22 tot 26 graden en dan waait de zwakke tot matige wind uit het noordoosten tot oosten. Maandag is de verwachting onzeker, we hebben waarschijnlijk veel bewolking en er gaan ook een aantal buien vallen, maar waar is nog onzeker? Tot de graad of 24. Ook dinsdag en woensdag is dat het maximum, met zowel zon als een kans op een enkele regen- of onweersbui. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.